بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste kijkers, in dit korte filmpje ga ik jullie laten zien hoe de wudu verricht moet worden conform de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. De wudu staat natuurlijk, zoals jullie weten, voor de rituele wassing. Een moslim dient in een reine staat zijn gebed te verrichten. En het verrichten van de wudu is daarvoor dus een aanleiding. Wanneer iemand na het toiletteren zichzelf heeft gereinigd van voor en van achter, na het doen van zijn behoeften, dan dient hij de wudu te verrichten middels water en daarna kan hij pas dus het gebed verrichten. De wudu begint bij de intentie. De intentie heb je in je hart. Je wilt op dit moment de wudu verrichten. Je hoeft de intentie dus niet uit te spreken. Je hebt de intentie in je hart en je verricht de wudu en je zegt vervolgens bismillah. En je gebruikt de kraan op een hele zuinige manier. Dit is voldoende. Het is goed om weinig water te gebruiken. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam ook heeft gezegd, verspil het water niet. En wij moslims moeten dat natuurlijk dus ook doen. En wij houden daar rekening mee. Dus met het verrichten van de wudu gebruiken wij niet overtollig water. We gebruiken het water op een zuinige manier. De wudu begint bij het wassen van de handen. Dus wanneer wij de intentie hebben gedaan, dan zeggen wij vervolgens bismillah. En dan beginnen wij met de wudu en het wassen van de handen. Dit doen wij 3 keer. Bismillah. 1. 2. En 3. Wanneer je dus je handen wast, zorg dan ook ervoor dat je tussen je vingers wast. Hè? Dat het water ook tussen je vingers komt en dat je daar je handen nat maakt. Het handen wassen gaat tot aan de polsen. Dus de polsen neem je ook mee met het wassen van de handen. Na het wassen van de handen, 3 maal, verricht je vervolgens het spoelen van de mond en het snuiten van de neus. Dit kan in 1 handeling, dat is volgens de sunnah. Het kan ook apart, maar beter is om het volgens de sunnah te doen. En deze handeling ziet er als volgt uit. Ik pak wat water in mijn hand. Ik maak mijn hand in een komvormige manier. Zet ik hem onder het water, onder de kraan. En ik doe het volgende. Dus het water in mijn hand, daarvan neem ik een deel in mijn mond, om mijn mond ermee te spoelen. En een deel ervan door mijn neus. Dat snuit ik in en vervolgens spuug ik het water wat ik gespoeld heb uit mijn mond weg. En snuit ik mijn neus leeg. En dat snuiten doe ik met mijn linkerhand. Ja, dus het opscheppen van het water met de rechterhand en het snuiten met de linkerhand. Dus nogmaals, de 2e keer. En dat was je vervolgens af. De 3e keer. Dan heb je het spoelen en snuiten van de neus, spoelen van de mond, snuiten van de neus gehad. Daarna ga je over op het wassen van het gezicht. En het wassen van het gezicht loopt vanaf de haargrens tot en met de kin en de 2 oorlellen. Dus dit hele gebied dient nat gemaakt te worden met het water. Dat doen we dus als volgt. 1. 2 en 3. Dus het is belangrijk dat je dus dat hele gebied pakt. Sommige mensen doen het fout en doen alleen dit. Dat is dus niet genoeg, want hij mist dit hele gedeelte. Ja? Wanneer je 3 keer je gezicht hebt gewassen, ga je over op het wassen van je arm. En daarbij neem je wederom ook je hand mee en was je je armen tot en met je ellebogen. Dus je elleboog neem je mee. Dat gaat dus als volgt. 1. 2. En 3. Dus je hebt het nu 3 keer gewassen. Daarna ga je over op je linkerarm. Wederom op dezelfde manier. 1. 2 en 3. Na het wassen van de armen ga je je hoofd wassen. En dat doe je als volgt. Je neemt een beetje water in je handen.
Je slaat het er vanaf. Je handen zijn nu vochtig. Daarmee ga je vanaf je voorhoofd, je haargrens, helemaal achterlangs tot aan je haargrens achter en weer terug. En vervolgens neem je daar meteen ook je oren bij mee, waarbij je met je wijsvingers in je oren wast en met je duimen aan de buitenkant van je oren. Op die manier. En dit doe je maar één keer. Deze handeling hoeft maar één keer te gebeuren. Dus het wassen van het hoofd gaat als volgt. Je neemt een beetje water in je armen. Je slaat het er vanaf. Veegt het vanaf je haargrens naar achter toe. Tot aan je haargrens achter. Naar voren terug. En met je wijsvingers doe je je oorschelpen af. En met je duimen de buitenkant van je oorschelpen. Deze handeling dus doe je één keer. Vervolgens gaan we over, en dat is de laatste handeling, op het wassen van de voeten, waarbij we ook met onze rechtervoet beginnen. De voet gaat onder de kraan en daarbij is het belangrijk dat je ook tussen je tenen wast. 1. En dit wassen gaat tot en met de enkels en vergeet de hielen erbij niet. 2. De hielen willen nog wel eens vergeten worden, dus laat geen droge plek over. En 3. En wees zuinig met het water nogmaals en doe het uit wanneer je het niet gebruikt. Je hebt je voet, je rechtervoet nu 3 keer gewassen, dan ga je over op het wassen van de linkervoet. Tussen de tenen, de hele voet vervolgens meepakken. Met de enkels, met de hielen, goed wassen en overal het water langs laten komen, zodat het goed schoon wordt. En hiermee heb je je wudu afgerond en sluit je af met een dua en je zegt: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. En dat is de afsluiting van je rituele wassing. Nu ben je in een staat van reinheid en kun je je gebed gaan verrichten. Verspreid deze boodschap zoveel mogelijk, zodat iedereen volgens de sunnah zijn wudu verricht en zijn gebed correct kan verrichten richting Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.